Vrijdag 2 augustus vindt de opening van de kermis plaats. In deze uitzending een overzicht van de diverse activiteiten. Het team van de Pelema's Uit en Venray Agenda wenst u een hele fijne kermisweek. Deken Smeets, voor onze nieuwe deken is het de eerste keer, zal vrijdag rond 1 uur starten met de inzegening van de attracties vanaf de grote kerk. Rond 3 uur zal wethouder Jan Lonen de kermis officieel openen vanaf het gemeentehuis. Het zal gepaard gaan met de kanonschoten van schutterij Het Zandakkersgilde Sint-Jan. Op vrijdag, zaterdag en zondag is het voor iedereen genieten van attracties, een drankje, een hapje en elkaar. Maandag 5 augustus is het vanaf 1 uur weer genieten van een drankje in de diverse kroegen rondom de kermisattracties. De jaarlijkse kroegentocht gaat dan van start. Er zijn dit jaar t-shirts in werkelijk alle maten te verkrijgen. Vanaf 12:30 kun je bij de startcafés Anno 54 of het Artiest shirts en bonnen verkrijgen. Maandagavond kun je vanaf 9 uur 's avonds bij Café Met komen genieten van de band Channel 5. Genieten van pop en rockmuziek. Dinsdag 6 augustus is het op de kermis tussen 1 en 3 uur wat stiller dan de rest van de dag en dagen. Prikkelarme uurtjes voor iedereen. En vooral geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor harde geluiden en harde muziek. Ook is er die dag een kindermiddag van 2 tot 5 uur. Tot 3 uur prikkelarm en verder is het deze middag volop genieten voor de jongste mensjes en hun begeleiders. Ook dit jaar weer een roze dinsdag. Georganiseerd door Coming In in samenwerking met de Uitmarkt. Diverse artiesten zullen deze avond optreden. Vanaf 8 uur bent u van harte welkom op de Grote Markt. Aan alles komt een einde, ook aan de kermis van 2019. Met een lach en een traan sluiten we dinsdagavond om 10:30 af met een lichtshow op het Schouwburgplein en vuurwerk vanaf de voorzijde van het gemeentehuis. Rond 9:06. De laatste mens komt 9. Wie weet is het voor sommigen op woensdag nog even gezellig afscheid nemen, de laatste ritjes en munten opmaken. Namens de exploitanten en de horeca van Venray, hartelijk dank en ze hoop u volgend jaar weer te mogen begroeten. Wij zijn de eerste 2 weken van augustus afwezig en woensdag 21 augustus weer in beeld. Graag tot dan!